In mijn proefschrift hebben we de psychologie van hebzucht onderzocht. En de belangrijkste bevinding is dat we een schaal hebben ontwikkeld om individuele verschillen in hebzucht te meten. Hoe definieer je hebzucht? Uh, we hebben hebzucht gedefinieerd op basis van een prototype-analyse. Daarbij vraag je normale mensen, dus leken, om uh, de belangrijkste kenmerken van hebzucht te benoemen. En daaruit blijkt uit een aantal van die studies dat hebzucht eigenlijk uit twee componenten bestaat. Aan de ene kant het verlangen om altijd meer te hebben, maar daarnaast ook ontevredenheid met de situatie zoals die is. Dus, dus niet alleen maar meer willen hebben, maar ook nooit tevreden zijn, ook al heb je, krijg je meer. Je zegt je hebt een, een, een schaal ontwikkeld om heftig te meten. Kun je er iets over vertellen? Ja, we hebben inderdaad een schaal ontwikkeld om heftig te meten. Uh, die schaal bestaat uit zeven vragen, of uh, stellingen eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld ik wil altijd meer of uh, maakt niet uit hoeveel ik heb ik ben nooit echt tevreden en op basis van die schaal met het gemiddelde daarvan kunnen we dus zien of mensen uh, hoger scoren op hebzucht of lager scoren op hebzucht is die schaal al in de praktijk gebruikt ja die schaal is onder andere gebruikt in het nationaal salarisonderzoek uh, daarbij hebben uh, andere onderzoekers de schaal afgenomen bij 124.000 mensen. En daarna gekeken uh, naar de relatie met de sector waarin ze werken. En dan zien we dat mensen die hoger scoren op de hebzuchtschaal uh, vaker werken in sectoren zoals uh, de bankenwereld. En mensen die niet uh, hoog scoren op uh, hebzicht werken, bijvoorbeeld vaker in het onderwijs of in de zorg. Zijn er nog andere interessante uitslagen gekomen? Ja, in het onderzoek hebben we daarnaast uh, gekeken naar de relatie met financieel gedrag ze vinden onder andere in een studie die we samen met het NIBUD hebben uitgevoerd dat jongeren die hebzuchtig zijn dat die vaak meer inkomen hebben maar aan de andere kant ook meer uitgaven minder vaak sparen en vaker lenen. We zien inderdaad dat mensen die hoog scoren op hebzucht immoreel gedrag meer acceptabel vinden, maar ook aangeven dat ze vaker in immoreel gedrag uh, vervallen. Zo zien we onder andere dat uh, als jij mensen vraagt: van wat zou je nou doen als er een portemonnee op de straat zou liggen uh, met geld erin, maar ook de gegevens van die persoon, uh, wat zou je dan doen? Dan zeggen mensen die hebzuchtig zijn, toch eerder van, nou, dat geld steek ik lekker in mijn eigen zak. Maar ook met ander immoreel gedrag. We hebben bijvoorbeeld ook gevraagd: van wat zou je nou doen als er in de kroeg een, uh, een knappe persoon naar je toe zou komen die uh, met je mee wil naar je hotelkamer en je hebt een relatie, je partner komt er nooit achter, dan zie je ook dat mensen die dus hoger scoren op hebzucht, eerder aangeven van nou ja dan zou ik best wel een avondje vreemd willen gaan. Dus in conclusie, in mijn proefschrift vinden we dus dat hebzucht meetbaar is en dat dat verschillende soorten gedrag voorspelt zoals onder andere de financiële keuzes, maar ook emareel gedrag.